Ik laat jullie vandaag zien hoe jullie een muursticker kunnen maken. En mijn muursticker is van de Action en die kostte 1 euro. En wat erop staat is what makes you different, makes you beautiful. En je hebt ook andere namen. Dit zijn de andere muurstickers die je kan kopen bij de Action met andere teksten op. Zet maar eventjes op pauze als je ze allemaal wilt lezen. Maar ik heb de allerlaatste, what makes you different, make you beautiful. Oké, eigenlijk is het niet moeilijk om een muursticker aan te brengen. Je krijgt zo'n stuk erbij met tekst erop en dan nog zo'n stuk. En dit is een soort van plakfolie. En wat we gaan doen is dit doorzichtige plakfolie eraf halen. Zo, die halen we eraf. Voilà. En dan gaan we met de plakkant zo op onze letters drukken. Voilà. En dan gaan we heel goed aandrukken. Vooral goed over de letters gaan. Eén voor één. Misschien het beste zo. Dat alles zeker goed blijft plakken. Dus ik ga één voor één over de letters. Misschien ook een tip om het eventjes om te draaien en dan er eens goed over te gaan. En zet maar goed veel kracht. Dat het goed blijft plakken. Oké, ik heb alles dus heel goed aangedrukt. En wat we nu gaan doen is, je kan zelf kiezen. Of je plakt het zo op en zit die heel aan de muur of aan de deur of waar je ook wilt. Maar je kan ook het in stukken maken. Dus bijvoorbeeld als je de tekst schuin wilt onder elkaar of je wilt het een beetje verspreiden, dan kan je dit dus gaan knippen. En wat ik ga doen is, what makes you different, comma, ga ik hier knippen, heel voorzichtig. En dan dit deel. Dan kan ik dat zo'n beetje schuin langs elkaar plakken. Dus dat ga ik dus doen. Moet ik hier heel voorzichtig langs de letters afgaan. Zo. En wat we nu gaan doen is natuurlijk het plastieke laag eraf trekken. Oei, maar ja, niet alles komt mee. Nog eens goed aanduwen. Goed is aangedrukt en meekomt. Anders ga je even er terug over. Natuurlijk dat je hier het puntje op de i niet vergeet en de komma. Dat je die zelfs niet kwijtgeraakt. Zo, nu hebben we het eerste. Nu hangt het hier dus van achter zo gezegd op. Dan gaan we het tweede deel ook nog eraf. Nu heb ik dus mijn twee delen. Op het plastic hangen. Dus dit mogen we weg doen. En dit komt dan tegen de muur. Kies een mooi plaatje uit en dan gaan we het er tegenop hangen. Kies nu een mooi plaatje uit waar je sticker gaat hangen. Ik ga mijn boven mijn bed hangen. En laten we beginnen, want ik vind het heel erg spannend. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. En ik hoop dat het lukt. En we plakken zodat het recht is natuurlijk. Ik denk dat het dus recht is. Zo. En nu gaan we hetzelfde doen. We gaan goed over de letters gaan met onze vinger. Vooral de hoekjes moet je heel goed doen, want anders blijven ze niet aangedrukt. Dus nu ga ik het er voorzichtig afhalen. Oké, het eerste deel plakt erop en nu ga ik het tweede doen. Heb ik hier juist zo wat schuin ondergeplakt, dan is het resultaat zo. Hier is mijn bed, zo boven mijn bed. En ik heb hier toch wel best lang aan gezeten. Want je moet echt heel goed over de letters gaan, heel hard duwen en echt met een nagel dat het goed blijft plakken. Want anders krijg je alle letters er niet van af. Maar ik vind het wel super mooi, zeker voor 1 euro. Dus nu ga ik deze nog doen. Zo, het is af. Ik heb het tweede sticker ook afgekregen, die ging iets makkelijker. En ik vind het super. Dit beeld zullen jullie nu ook vaker zien op de achterkant van mijn video's. Want dit is de muur die jullie meestal zien als ik een video opneem.
Dus ja, dat hoort wel een beetje bij, bij mijn leven en hoe ik erover denk. Ik vind het een hele mooie tekst en ik ben er heel erg blij mee. Dit is dus hoe het moet, het is gelukt. Als jullie nog vragen hebben, laat het me weten. En tot de volgende video. Dag!